Het ministerie van Openbare Werken gaat zwaardere sancties opleggen aan truckeigenaren van zwaar transport die zich niet aan de regels houden. In dat kader zullen medewerkers van OV en de Wegenautoriteit beëdigd worden tot buitengewoon agent van politie. De sancties variëren van hogere geldboetes tot het inbeslag nemen van de vrachtwagens. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie, zei gisteren in een persconferentie dat de medewerkers die belast zijn met het meten van de aslast ook boetes mogen opleggen aan wetsovertreders. Nou, hier voorafgaand zijn er een aantal voorstellen gedaan voor betreft wetgeving. Het ministerie heeft een aantal voorstellen gedaan aan het ministerie van Justitie en Politie voor betreft wetgeving. De sancties, er is een voorstel gedaan aan de procureur-generaal om de boetestructuur om die aan te passen. En binnen de wetgeving zullen nog een aantal zaken worden vastgelegd waarbij de gemeenschap binnen niet al te lange tijd geïnformeerd over zal worden. In elk geval de boetestructuur zal aangepast worden. En een andere sanctie is dat wanneer er geconstateerd wordt dat een voertuig overbeladen is en de overbelading boven een bepaalde marge is, zal de chauffeur of de truckhouder verplicht worden om de lading over te laden of af te laden. En dat zal op de vaste locaties, zal daar ruimte voor gecreëerd worden, maar het voertuig zal niet verder rijden met de overbelading. Ja, dat zal een van de sancties zijn, ik weet niet of je een sanctie kan noemen, maar het zal wel een gevolg zijn om, want het kan niet zo zijn dat je gaat verbaliseren dat iemand in overtreding is en het voertuig vervolgens weer mag verder rijden. Wip zegt verder dat de boetestructuur nog niet concreet is, maar de bestuurders kunnen erop rekenen dat de boete wel bedoeld is om zaken te ontmoedigen. Volgens Geo Norden, directeur van de Wegenautoriteit, zijn deze prikacties geen verrassing, want het is bekend bij de bestuurders dat ze hun trucks niet mogen overladen. Het ging meer aan de persoon die het over een rijbewijs beschikte. Dus je kan gewoon niet verder rijden, maar we hebben geen sleutels afgepakt. En in het algemeen bijna 90% van de trucks waren niet gekeurd of waren voorzien van een keuringsbewijs van de politie dat ze geen vracht moeten rijden of mochten rijden. Ik was in het weekend ook in het gebied en als u eigenlijk nu zou bekijken, dan zou bij elke brug zou er nu een bypass eigenlijk geplaatst moeten worden. Omdat de bruggen aangeven 8 ton totaal gewicht dat over een brug moet gaan. De brug bij Witagrong is 10 ton, maar geen enkel truck is beneden zo bij wet aangegeven tonnage die over de brug moet gaan. Dus het voorstel nu is eigenlijk bij elke brug maak direct een bypass. En los daarvan, er is een opmerking gemaakt over verrassing. Er zijn al regels die gelden voor deze houttransport. Als we kijken dat bij eigenlijk in de zitcabine. Er geen hout mag uitschieten boven eigenlijk uw zitcabine. En er mag ook geen hout uitsteken langer dan 1 meter. Maar u ziet het zelf, men overtreedt alles. Dus het zijn geen verrassingen, het zijn alvaste regels die er zijn. Geo Norden, directeur van de Wegenautoriteit. Hij sprak gisteren op een persconferentie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Truckeigenaren zullen nu zwaar beboet worden wanneer ze de regels overtreden.